Het is een herkenbaar beeld, zwemmende, varende, duikende Amsterdammers in de Sloterplas. Toch kan de aanwezigheid van blauwalg dit beeld verpesten. Het probleem van de Sloterplas is dat de waterkwaliteit op vooral warme tijden heel erg slecht is. Omdat dan een blauwalg tevoorschijn komt. Een blauwalg wil zeggen dat je huidirritaties kan krijgen. En toen bleek dat er zich hier een mossel ontwikkelde. De kwakkamossel. Nou, en die filtert het water. En we zijn erachter gekomen van, nou, die zou misschien wel eens wat kunnen gaan betekenen voor de waterkwaliteit. Midden in de plas is een kunstmatig eiland gecreëerd. Waar wordt getest wat de juiste hoeveelheid mossels is om de plas schoon te maken. Dit zijn enclosures van 8 meter diep. Dus het zijn zakken met water uit de plas. We hebben eigenlijk groepen van 4, dus 4 herhalingen. En daar gaan we 4 verschillende dingen in doen. Dus dat je hier de mossels ziet waar te weinig mossels zitten om het water schoon te houden. In het andere uiterste zie je de mossels die het water vreselijk schoon houden, maar daar zelf aan ten onder gaan. Omdat ze dus eigenlijk niet genoeg te eten hebben. Er moet dus een gouden middenweg worden gevonden. En als de mossels volgroeid zijn, worden ze in het zogenoemde kwakka-filter geplaatst. Met vele duizenden tegelijk. Maar voor een plaag van deze uitheemse soort hoeven we nog niet te vrezen. Nou, de natuurlijke vijand, de zwartbekgronden bijvoorbeeld, die is wel meegekomen. Dus die zien we nu hier ook. Maar wat er precies gaat gebeuren, ja, dat moeten we afwachten. Deze ecologische manier van waterfiltering lijkt vooralsnog zijn vruchten af te werpen. Of de Sloterplas ook op langere termijn baat heeft bij de mossel, is volgend jaar hopelijk bekend.